Ik ben Mirjam Kooijman, ik ben curator bij FOAM. En FOAM en Museum van Loon zijn eigenlijk overburen van elkaar. En hoewel we allebei aan een zijde van de Keizersgracht zitten, zijn we nou bijna tegenovergestelde musea. In de letterlijke zin, maar ook in de figuurlijke zin van het woord. Dit is de vierde keer dat Museum van Loon en FOAM samenwerken in de vorm van een tentoonstelling. Wat we voor deze tentoonstelling, genaamd Second Skin, hebben gedaan, is om vijf hedendaagse kunstenaars in het huis te halen die allemaal op een geheel eigen manier reflecteren op de representatie van het menselijk lichaam. Door dat hier samen te brengen, gaat het eigenlijk vanzelf een spannende relatie aan met de historische portretten van de familie van Loon die hier hangen. En natuurlijk het interieur, wat een heel andere context is dan wanneer we deze kunstenaars in FOAM zouden tentoonstellen. We hopen door deze wisselwerking bezoekers te prikkelen door ze op onverwachte momenten zo in het huis in aanraking te laten komen met hedendaagse kunst. Dat ze misschien op een andere manier gaan kijken naar de representatie van het lichaam, zowel in de historische portretten als in hoe deze hedendaagse kunstenaars ermee omgaan. Mijn naam is Shai Langen, ik ben visueel kunstenaar. In mijn werk staat het lichaam centraal, waarbij ik vaak kijk naar toekomstige technologie of toekomstige nieuwe ontwikkelingen binnenin de wetenschap. Waarbij eigenlijk het centrale thema van het lichaam, wat het betekent om mens te zijn, weer nieuwe vraagstukken opwerpt. Ik exposeer hier met drie werken, twee fysieke objecten, film en foto. In mijn werk is het heel belangrijk om een bepaalde rode draad te hebben. Ik werk niet vanuit projecten, maar vanuit een richting. Daarnaast is in mijn werk veel van mijn materialen die ik gebruik, dus een tijdelijk moment en bestaat alleen maar in film of fotografie. En deze drie werken zijn daarin de drie stappen in mijn werk. Ja, mijn werk hier terug te zien in het Van Loon is naast het feit dat mijn werk eigenlijk een futuristisch karakter heeft en omdat in zo'n context te plaatsen al heel erg vervreemdend is. Het heeft ook voor mij een mooie tegenstelling van als je bijvoorbeeld hebt over dat lichaam, het veranderen van het lichaam, dus ook een discussie over of we het lichaam eigenlijk al lang niet veranderd hebben. Rond de 1800 is eigenlijk door medische wetenschap zijn we het lichaam al aan het aanpassen. Dus het heeft wel een mooie tegenstelling dat ik werk van het heden met een blik op de toekomst eigenlijk weer terugplaatsen in een context in het verleden. My name is Manon Vertenbroek. I'm 25 years old. I'm Dutch, but I was born in Switzerland. It's also the country where I studied at the Art School of Lausanne, ECAL, where I graduated from in 2014. So I'm a photographer, but the work isn't only about photography. It's also about creating all the settings that are in the pictures. So I really love to create everything with materials that are easily that I can easily shape. The work is called Tandem. It's a series I did together with my brother. The reason I wanted to do this series is because I grew apart from him after childhood, and I really wanted to reconnect with him. So through the process of making the whole surrounding in the image, I wanted to grab him or put him into a frame. And at the end, my brother is almost drowning into the setting I created because I wanted to be close to him so bad and to grabbing so much in the picture that he almost drowns into it. I think it's very exciting to be exhibited in Museum van Loon because it's very unusual to be in such a beautiful and typical place. Usually I'm used to show the work in a very sterile environment, like in a museum on a white wall. And here the work really finds a home. I think it creates a very interesting dialogue between the pictures of my brother and the pictures of the family.